allereerste videoclip was Parada de Tetas. Ik weet niet of mensen dat nog weten, was niet zo'n hele grote hit. Maar wel top 20 volgens mij. En het was in 97. 14, volgens mij. 14. Ja, 14? Dat weet ik niet meer. Maar het was in 97. En nou, waren we nog heel jong. En dat was heel spannend, maar wel heel erg leuk. Dat hij op Team MEF was, toen waren wij er nog niet bij. Toen was het alleen Kim. Ja, ja, ja. Dat kwam pas vanaf Brazil was ook nog ik alleen. En toen kwam Up and Down en toen kwam de rest erbij. Ja, toen mochten wij. Ja. Ja. Toen en toen was heel spannend. Toen was er Hot or Not. En dat weten we nog heel goed, want toen zaten we met z'n allen in de woonkamer bij het management. En toen was Sylvana van Sylvana Sol, die presenteerde dat. En toen had ze van de Bank nog heel goed van die hele lange nagels, had ze zo. En had ze dat singeltje zo en zei ze, de Bingo Boys. Bingo Boys, zei ze. En dan ging ze naar dat boekje van binnen zaten allemaal dieren. Ja, ik wou het heel netjes zeggen, maar wippende dieren zitten erin. En dan ging ze dat laten zien. En toen was het natuurlijk hot, bij allemaal bellen, want sms'en kon toen nog niet. I have something very special for you. You. Are you sick of your boring life? Introducing the Benga Brain Man. Chip chip. Get up and get down in a different world. What they need is the Benga Brain Man. Tweede of derde showcase. Het was natuurlijk, toen deden we Up and Down. Up and Down. En toen hadden we onze eigen Nederlandse Diana Ross. Ja, Kim, misschien heb je er een fragment van. Alsjeblieft. Zo'n roze haar. Ja, die had dus een of ander effect met de haar in de hoofd. Ja. En op een gegeven moment, wij gaan eten, we gaan lunchen. Kim bleef achter met de hairdresser. Kapster. En we kwamen terug en het was één bos haar. Ze is van, Kim, leuk. Leuk, ze wilde mij natuurlijk niet zenuwachtig maken, maar het zag er niet uit. Het was zo'n bos haar, nou echt. Het was net een poedel. Echt verschrikkelijk. Maar uiteindelijk heeft het jullie eigenlijk leuke beelden opgeleverd. Ja. Eerste Nederlandse muziekzender, dat is wel heel speciaal. Absoluut, ja zeker. Ja. Dat was en wat je dan had inderdaad, wat ik net zei van dat Hot or Not, nou, hoeveel kids kijken ernaar? Wij kijken daar ook altijd naar. Ja. Wat als tussen 4 en 6, als je uit school komt, dan kijk je naar TMF. Ja, het was ook een beetje bereikbaar, want daarvoor had je natuurlijk weer een andere muziekzender, wat vanuit het buitenland kwam. En TMF was gewoon echt Nederlands, uit eigen bodem, weet je wel. Dus dat was wel heel erg stoer. Grab
was een clipje dat hadden we opgenomen, ja, voor 1000 gulden of zo op de kermis in Sneek. Want er was toevallig dus de Sneekweek was daar bezig. En ik ging wat in wat botsouders en ik ging overal wat naartoe. Samen met een jongen van Omroep Friesland en een cameraman. En dat clipje dat kwam in de high rotation en dat werd een gigantische sloep dat aan bij TMF. Ze zeggen wel dat je blijft hangen aan het diepe waar je niet op valt. Ze zeggen ook overal zoeken heeft geen zin. Liefde komt niet op bestelling en de ogen slaan de vonkel even min. Je hoort ook wel van die verhalen in de goot door een gebroken hart. Wat dat betreft blijf ik gelukkig ongedeerd. Liefde heb ik gul gegeven, maar ik heb niemand ooit aan beden of vereerd. 1000 keer heb ik me vergist, 1000 keer de verkeerde smaak. Zonder je te kennen heb ik je gemist, maar deze keer is het raak. En want jij bent de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan, de mooiste en de liefste. Hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit. Nee, nooit. Ik laat je nooit meer gaan. We deden op een gegeven moment een grote festival in, aan het IJsselmeer bij Lemmer. Ik geloof dat het 99 was. En dat hebben ze ook helemaal gevolgd toen. Nou, het publiek is er zeker klaar voor. Ik ben er klaar voor. Volgens mij zijn alle artiesten achter er klaar voor. Behalve dat kast, dat weten we nog niet of die er klaar voor zijn. Dus daar moeten we nog heel even op wachten. Het gaat zo meteen gebeuren met vuurwerk en alles erop en eraan. Hebben we er zin in? Wat valt er te zeggen? Wie heeft er gelijk? De stemmen in beleving geeft een andere kaart. Je vindt me veranderd. Je zegt, je klinkt verwaand. Maar wat kan ik doen? Ik weet geen raad meer. Daphne Bunskoek toen, dat was haar eerste dingetje wat ze deed voor TMF. Dat was onze, een special over ons in de Ahoy. En ze was bloednerveus, maar ze deed het zo natuurlijk en zo. Ze was heel erg nerveus, maar het was nog steeds heel open en natuurlijk. En echt als het leuke buurmeisje, zo presenteerde ze dat. En we zijn nu bij de kleedkamers. De kast is net gearriveerd. We zijn even de kleedkamer aan het checken en dat gaan wij ook even doen. Hallo. Hallo. Is die naar wens? De kleedkamer? Ja. Nou, hij was stukken beter dan bij de TMF Awards. Ja, toen zijn jullie in een klein hokje gepropt, hè? Ja, toen hadden we een heel klein hokje, ja. In het begin van onze carrière waren video's helemaal niet belangrijk. Je moest eigenlijk gedraaid worden op de radio, dus het audiogedeelte was belangrijk. Maar toen TMF kwam, werd het video ook belangrijk. De nacht is voorbij, de scène is vrij, om heen te gaan. Als we voorbij, de molen is te mij, om stil te staan. De leven die brand, het wacht zo te lang. Wat neemt een keer? Wees maar niet bang, nee, niet bang, het hoeft niet meer. We zullen daar beginnen. Dat ik niet bij die ben. Je noemt van ons ringen. Zonder zin.
stil ontdekt, lang wie het kort, mijn zuster als komt het daar, vindt het lood, zien waar. This is the Music Factory.